Yo, beste kijkers van de Collega Channel, vandaag weer een gloednieuwe vlog. En in deze vlog gaan we zoveel feestje bouwen. Want, wat hebben we behaald? We hebben eindelijk 500 abonnees gehaald. Dat is echt insane al, vind ik zelf. Ik ben daar super awesome blij bij. Ik stond vanmorgen op en ik dacht, ik kijk heel even snel op mijn telefoon hoeveel abonnees we in de tussentijd hebben. Want ik wist dat het flink aan het stijgen was. En toen stonden we al op 502. Helaas heb ik niet live de 500 kunnen meemaken. Maar dat is helemaal geen ramp, want 500 abonnees, echt super thanks voor al die support die jullie hebben gegeven. Want zonder jullie had ik never nooit 500 abonnees gehad. En daarom heb ik iets klaarstaan om zo meteen een feestje te gaan bouwen. Ik zie jullie zo meteen. Zo, en natuurlijk is het ook tijd voor een feestje. En bij het feestje horen natuurlijk ook partypoppen, zoals jullie kunnen zien. Tering, sick met apenzuur. Dat was een nogal flinke kant. Maar dat hoort natuurlijk bij 500 abonnees en dat horen natuurlijk zo te vieren. En we houden natuurlijk niet bij één partypop, we horen natuurlijk wel meer knallen bij. Dus er komt er nog eentje als het goed is ergens aan voorbij vliegen. Ik weet niet of die goed gaat. Ja hoor, alleen dit keer kwam het niet helemaal richting me toe, maar dat maakt helemaal niks uit. In ieder geval, het is hier een puinzooi, dan mag ik natuurlijk weer gaan opruimen zoals jullie even laten zien. Ja. Dit is de puinzooi geworden. Een vloer vol met allerlei partypoppertroep. Dus dat ga ik zo meteen even opruimen, maar dat komt goed. Maar natuurlijk, partypoppers horen even bij de 500 abonnees. En er komt natuurlijk een hele vette 500 abonnees special aan. En daarnaast ga ik jullie dadelijk nog even wat meer bijpraten over wat eigenlijk hoe het met de giveaway is van die game per se. Ik zou zeggen, ik ben zo bij jullie terug. Zo, en wat natuurlijk ook bij de partypoppers hoort, is natuurlijk opruimen. En dat beginnen nu. Dat ik hier alles weer even bij elkaar ga vegen. Want je kunt ze allemaal opzuigen. Maar dan zitten die zakken in de tank vol. Dus wat ik even doe is alles eerst op een hoop. Gooi ik daar op een blikveger of handveger een blik. Net hoe iedereen iemand dat noemt. En dan vervolgens kan dat die troep weer mooi weg. Maar wat er zo opvalt hè. Het waren goede partypoppers, want er zit veel gold in. En dat past wel bij mijn kanaal aan natuurlijk. Natuurlijk bij Gold Eagle. Dus ja, dat vind ik wel weer positief van deze partypoppers. Dat is wat ik zeg. Het is altijd een bende. En nu is gelukkig het ergste is al weg. Zoals jullie kunnen zien, alles staat in een kop, een klein hoopje. Maar het is altijd een pokkenwerk om alles weg te krijgen. Want het zit overal aan het plafond, overal hangt het en blijft het aan hangen. Ik zou zeggen, ik check jullie zo meteen weer. Zo, en dan ben ik alweer. En het is alweer lekker s'avonds laat. Ik heb vandaag een extra livestream gedaan. In verband natuurlijk dat ik die 500 abonnees was. Het was een super gezellige livestream. We hadden rond de 10, 15 kijkers de hele tijd. En er werd gezellig gekletst. En wat ik nu zoiets had van, is vakantie. Ik ga nog met een paar man altijd lekker door met het gamen. Ik heb hier natuurlijk mijn heerlijke pasta staan. Dus wat dacht ik? Ik weet niet of het met één hand gaat lukken. Dat gaat niet met één hand lukken. Maar ik had zoiets van, ik ga deze pasta lekker eventjes opwarmen nog. En dan kan ik nog dadelijk heerlijk gaan eten. En dan kan ik nog eventjes door met gamen, want normaal gesproken gaan we nog wel even door met gamen. Omdat het gewoon lekker awesome is, het is altijd gezellig met de paar man waar ik dan mee aan het gamen ben. En ja, we gamen heel veel dan iets van Rainbow Six, Battlefield, Plants vs Zombies, van alles en nog wat eigenlijk. Met heel veel random gamers zijn we vaak al op de PlayStation 4, s'avonds laat nog heel af en toe dat ik op de Xbox One of zo zit. Maar vanavond kies ik natuurlijk weer voor de PlayStation 4. En dan ga ik weer gezellig, denk Plants vs Zombies vandaag doen of Battlefield. I don't know, kan ook Rainbow Six zijn. Moet ik daar even kijken waar we zin in hebben. In ieder geval ga ik nu eerst even mijn eten opwarmen. En dan, als ik de eten heb opgewarmd, ja. Dan kan ik lekker gaan eten. Zo, en dan ben ik nog heel even snel op mijn kamer. Ik ga heel eventjes snel eerst alles afbreken. Mijn vlog setup, of mijn vlog setup, mijn stream setup eventjes afsluiten. Want die hebben we natuurlijk niet nodig. Er staan allemaal die lampen staan nog aan. Greenscreen staan nog omhoog. Mijn mengpaneel allemaal, die chisel, wat allemaal daarvoor het aanstaan. Het is best wat spul. Moet ik even eerst allemaal weer uitzetten. En dan ga ik daarna natuurlijk zo lekker even eten. Maar in de tussentijd wil ik jullie nog eventjes zeggen en uitleggen hoe werkt het eigenlijk met de giveaway voor die 500 abonnees. Want heel veel mensen vragen dat telkens na. Ik ga het je nu uitleggen hoe het werkt. Degene die voor mij die PC heeft geregeld, die gaat het volgende doen. Hij gaat eerst die PC bouwen. Daar heeft hij spullen voor moeten bestellen. Die spullen zijn deze week allemaal binnen. En hij zegt dat zaterdag, als het goed is, de PC helemaal klaar moet zijn. Vrijdag eigenlijk al. En zodat ik op zaterdag kan giveawayen. En dan zorgt hij ervoor dat die PC bij een van jullie thuis komt te staan. Dus het betekent dat ik ook pas zaterdag de giveaway kan weggeven. En als het pech is met de onderdelen dat misschien nog iets later is. Maar ik ga ervan uit dat ik zaterdag de giveaway kan weggeven. En ik kom dan natuurlijk in een speciale video. Check vandaag ook heel eventjes nog. Want het is dan vandaag.
Kijk, er is af en toe wel ingewikkeld waarschijnlijk voor jullie. Maar als ik dan vandaag zeg, dan is het eigenlijk, dat bedoel ik ook dus echt de dag dat die video online staat. Ook eventjes natuurlijk de 500 special. Die komt namelijk ook online na deze video. Kaart die online, dus die komt om 5 uur online. En het is wat ik zeg, ik neem dan altijd de dag van tevoren die video op. En dan als ik vandaag zeg of morgen. Ja, het is natuurlijk af en toe ingewikkeld, maar sowieso. Dus de dag dat jullie deze video checken, waarschijnlijk staat dan ook die 500 special erop. Wordt awesome hopelijk. Daar ben ik heel druk mee bezig geweest. Moet ik nog de laatste dingetjes zo meteen nog voor gaan fixen. Maar dat doe ik als ik morgen wakker ben. Zodat die dadelijk ook tegelijkertijd met die vlog lekker online kan komen. En zodat jullie weer flink wat te kijken hebben. Hopelijk vinden jullie het awesome dat ik zaterdag waarschijnlijk de giveaway al kan weggeven. Hopelijk kunnen jullie dat ook begrijpen dat ik dan pas die giveaway weggeef. En dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken omdat ik dan ook pas zeker weet dat die PC af is. En dat het dan ook niet meer langer kan duren. Hier is het iets donkerder, maar dat maakt niks uit. Ik ga heel eventjes op zoek naar mijn eten. Of op zoek. We gaan even kijken hoe ver mijn eten er al voor staat. We draaien eens even een rondje. Zet hem even op stop. Knettert al goed, maar dat betekent niet dat hij al klaar is. We zetten hem nog even aan. Oh, dat doe ik allemaal. Zo, de 4 minuten, dan is hij sowieso warm. Dan maak je heel even de deur dicht, want anders echt het hier enorm. Maar dit is al wat ik zeg, vandaag gelukkig die 500 abonnees gehad, een hele mooie dag. Het was echt, ik stond er verbaasd van te kijken. Ook daarnaast natuurlijk weer op deze vlog die gisteren online was geweest. Ook super awesome support weer, sowieso op alle video's. Ik ben echt awesome dat jullie de laatste hebben video's zo enorm supporten, zo'n leuke reacties achterlaten. Echt super thanks ervoor. Ik ga binnenkort ook een paar van deze soort merchandise weggeven. Hoe dat allemaal zit, dat ga ik komende week allemaal uitleggen. Er komt binnenkort ook voor de actievere leden op mijn kanaal komen speciale giveaways. We gaan er echt een hele leuke tijd met z'n allen van maken. Dat sowieso. En ik zou zeggen, op naar de 1000. Ik heb er niet voor alvast heel veel zin in. Voor vandaag zit de vlog van mij er weer op. Want ik ga zo meteen lekker eten, nog gamen en lekker mijn bed in kruipen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Laat een blauw duimpje omhoog. Dat zou enorm awesome zijn. En voor nu zou ik zeggen, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk zie ik jullie weer morgen bij een gloednieuwe vlog of nog bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk tot snel.